Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Deze keer doen we een weekreading en deze weekreading is vanaf 4 oktober tot zondag 10 oktober. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat ons een beetje te wachten staat. Het is een algemene reading, dus het kan zijn dat het niet met je resoneert. Doet het het wel, dan is het alleen maar fijn. We gaan eens kijken wat maandag 4 oktober voor ons brengt. Maandag 4 oktober. Ik leg even mijn kaartjes aan de kant. Maandag 4 oktober. Wat staat ons te wachten? Maandag 4 oktober. Oké. Ik pak eerst even van alle kaarten decks een kaartje. Maandag 4 oktober. Een verduidelijking voor maandag 4 oktober. Wat mag ik meegeven voor maandag 4 oktober? Twee verduidelijkingen. Nou, we gaan eens kijken. Maandag 4 oktober kan het zijn dat je beseft dat je eigenlijk ware liefde hebt gevonden. En ware liefde kan van alles zijn. Dat kan zijn van je kinderen, van je partner, liefde van de buren. Vooral maandag heb ik het idee dat je meer keuzes ook gaat maken vanuit je hart. Dus het is ook deels het thema liefde wat maandag naar voren brengt. Wellicht dat je gepraat of gaat praten over de liefde. Maar het is in ieder geval een mooie positieve kaart. Daarnaast geeft maandag ook aan dat het kan zijn dat je nieuws krijgt. Een nieuwe aankondiging. Dat kan gaan om bijvoorbeeld een nieuw werk. Of het kan gaan omtrent een leuk uitje. Of het kan gaan omtrent... Ja, in ieder geval, het voelt als een nieuwe stap. Misschien wel een kindje wat geboren wordt. Of misschien krijg je wel een mooi bericht dat iemand zwanger is. Het is vooral heel erg van belang dat je gaat genieten aankomende maandag. En het is van belang dat je gaat zien wat emoties met je kunnen doen. Dus als je je even niet goed voelt die maandag, focus je dan op waardoor je je wel goed kan gaan voelen. Wij adviseren je nu meer te gaan investeren, zodat je dit in de toekomst meer mee kan brengen. En de boodschap, Engel van Wijsheid, je merkt dat je toe bent aan verandering. Ja, dus eigenlijk... wat ik al eigenlijk aangeef, maandag staat ook echt in het teken van verandering. Het is van belang dat je in je hart blijft, vanuit je hart reageert. En wie weet dat er iets op je pad komt waardoor je gaat investeren. Misschien ga je investeren in tijd. Misschien ga je investeren in een nieuw project. En nog een hele mooie boodschap. Laat al je boosheid los. Als je negatief uit, geef je deze woorden macht. Spreek vanuit je hogere zelf. Communiceer in vrede en in liefde. Dus het is van belang dat je ook echt gaat kijken naar hoe voel ik me. En laat ook je emoties even stromen. Want dat is extra van belang om verder te kunnen komen. Ja, maandag, je mag echt meer in je kracht gaan staan. Misschien heb je wel moederlijke liefde. Je wilt graag stappen vooruit zetten. Belangrijk is, blijf in je kracht en hou vertrouwen. Je hebt zelf een groot gedeelte, ja, hoe noem je dat? De leiding. Jij mag dus de keuze gaan maken, welke richting wil ik op? Je ziet hierachter ook een deur, dus er gaan nieuwe deuren voor je open. Maar de kans en de keuzes liggen bij jou. Dat is voor maandag. We gaan eens kijken voor dinsdag 5 oktober.
Wat brengt dinsdag 5 oktober ons? Wat mag ik meegeven voor dinsdag 5 oktober? Oké, nog één kaart. Dinsdag 5 oktober. Ik draai ze even om. Dinsdag 5 oktober. Wat kunnen we verwachten? Dinsdag 5 oktober. Dinsdag 5 oktober. Een verduidelijking voor dinsdag 5 oktober. Oké. We gaan even beginnen met deze kaartjes. Even kijken. Ja, het kan zijn dat je dinsdag meer bezig bent omtrent je werk en je financiën. Je wilt alles op orde hebben. Je wilt overal zekerheid over hebben. En doordat je zekerheid wilt, merk ik dat je extra de touwtjes in handen vast wilt nemen. Maar helaas kan je niet altijd de touwtjes vasthouden. Het is dus ook van belang dat je dingen wat losser gaat laten. En misschien gaat kijken naar of je misschien een nieuwe planning moet gaan maken. Of nieuwe plannen of nieuwe doelen gaan stellen. Het is ook erg belangrijk dat je even je zorgen aan de kant zet. Even meer tijd neemt voor jezelf. Want ik zei net al, je wilt zo graag de zekerheid. Dat je eigenlijk vergeet dat het ook tijd mag zijn voor jezelf. Even bijkomen. Er komen oplossingen zodra je ook wat meer je rust neemt. En misschien heb je ook wel meer behoefte om even te slapen. Daarnaast is het van belang dat als je er echt niet uitkomt, dat je om hulp gaat vragen. Vraag om advies, vraag om raad. Durf je wat speelser op te zetten. Gebruik je eigen wijsheid, gebruik je eigen intuïtie. Want je hebt het wel, maar het is belangrijk dat je het ook gaat toepassen. En het zal me echt niks verbazen als het ook omtrent je werk is. Ja, het is belangrijk om echt op je vertrouwen, op je gevoel te gaan vertrouwen. En er komen echt nieuwe inzichten aan. Mensen reiken je de hand aan. Mensen willen je helpen en begeleiden. Neem dat ook echt aan. Je bent spiritueel leraar. Je bent geboren om les te geven. Deel je wijsheid met anderen. Oftewel, pas de wijsheid die je zelf hebt toe. Wie weet ben jij degene die de anderen gaat steunen of gaat helpen en adviseren. En anders kan je altijd vragen om hulp. Kan je me helpen? Want ik kom er niet zo goed uit. Het is een kwestie van durven te groeien en durven bloot te geven en open te stellen. Het zal misschien een zoektocht zijn aankomende dinsdag. Dat is dus 5 oktober. Ik zal er nog even een extra verduidelijking kaartje voor vragen. Dinsdag. Hoppakee. Ja, het is echt, het is even zoeken. Ook om je grenzen naar beneden zetten. Vooral je muurtje en je maskertje af te doen. Niet iedereen vindt het makkelijk om te laten zien wie ze echt zijn of om hulp te vragen. Dus dat zal dinsdag echt wel een zoektocht worden. Maar het is van belang dat je aandurft te geven. Ik kom hier niet uit. En wat ik ook hoor, is kijk goed naar je reacties. En kijk goed naar de details. Want ik heb het idee dat het extra van belang is dat je gaat kijken en gaat luisteren naar wat er wordt verteld en wordt gezegd. En ook naar hoe je reageert. Want als jij boos reageert, kan je een boze reactie terug verwachten. Dat is dinsdag. We gaan eens kijken wat woensdag 6 oktober met zich meebrengt. Woensdag 6 oktober. Nou, die ging lekker snel. Woensdag 6 oktober. Wat mag ik meegeven voor woensdag 6 oktober? Oké.
Ik heb het gevoel dat woensdag wat wisselend kan zijn. Dus het heeft er ook echt mee te maken, hoe ga je ermee om? En een verduidelijking voor woensdag 6 oktober. Oké. We gaan eens even kijken. Ja, het kan woensdag zijn dat je. Ja, het draait vooral woensdag veel om jezelf. Dus het is van belang dat je gaat luisteren naar jezelf en gaat kijken naar wat je graag wilt. Welke emoties draag je bij je wel? Van welke emoties wil je afstand doen? Waar voel je je prettig bij? Het kan zijn dat je een liefde ontmoet of dat je weer. Met goede vrienden afspreekt of weer even met elkaar spreekt. Woensdag voelt dus wel dubbelzinnig. Ik heb het gevoel namelijk dat het wel een mooie dag kan gaan worden. En ook dat je je vrij kan voelen en dat je het gevoel hebt, yes, ik ben ervoor gegaan en ik voel me goed. Maar ik heb wel het gevoel dat je je deels ook nog vasthoudt aan dingen die je los mag laten. Dus stel je voor, je wordt woensdagochtend wakker en je voelt je down. Dan kost het wat meer moeite om je wat prettiger te voelen. Het is van belang dat je dus woensdag ook gaat kijken naar wat voor successen heb ik gehad. Blijf bij jezelf, ga stralen. Laat oude dingen los en durf te zijn wie je wilt zijn. Ja, het is vooral ook, wacht niet te lang. Neem zelf ook actie. Ik heb het idee dat je... Dat het belangrijk is dat je gaat kijken naar welke keuzes je wilt gaan maken. Ik heb het idee dat je veel dingen ook van je af hebt geschoven. En dat je er steeds mee hebt gewacht. Maar woensdag geeft eigenlijk aan dat het belangrijk is om je talenten en je passies weer te gaan volgen. Om te kijken hoe sta ik er nu voor en welke richting wil ik op. En daarin krijg je bevestiging. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als jij zegt, nu ga ik er 100% voor. Dat iemand anders tegen jou zegt, goh, ben je er al aan begonnen? Dus er komen extra... bevestigingen. Open je derde oog. En je kunt gerust je deur openen naar je helderziendheid. Zie de waarheid. Dus woensdag draait ook echt om waarheid. Kijken naar wat je wilt. Kijken hoe je ervoor staat. En durf ook vooral je vleugels uit te slaan. En geluk. Je bent heel waakzaam geweest. Bang dat iemand anders misschien... niet dat het even eerlijk is, maar het is van belang ook dat je nu keuzes gaat maken voor jezelf. En wees niet te behoedzaam, want juist als je leeft in angsten, ga je je grootste dromen uit de weg, heb ik het idee. Dus dat is woensdag. Dan gaan we kijken naar... donderdag. Wat kunnen wij verwachten op donderdag 7 oktober? Wat kunnen wij verwachten? Oh, donderdag 7 oktober. Donderdag 7 oktober. Wat mogen we daarvan verwachten? Oké. Donderdag 7 oktober. Wat mag ik jullie meegeven voor donderdag 7 oktober? Donderdag 7 oktober. Ik moet die hebben. En die. We gaan weer even kijken. Ik heb het gevoel dat je... Even mijn kleed wat beter neerleggen. Ik heb het gevoel dat je donderdag wat meer terug gaat trekken.
Opnieuw observeren, opnieuw gaan kijken naar waar ben ik nu eigenlijk mee bezig en welke richting wil ik op. Het zou ook kunnen betekenen dat je nieuwe stappen aan het zetten bent en dat je het allemaal eng en spannend vindt. Want er zit geen vertraging meer op. Ineens heb je stappen genomen en je begint eraan. Het kan dus te maken hebben met dat je bezig gaat met een cursus of een workshop of lessen volgt of een nieuw vak, een nieuw werkgebied. Maar het gaat in ieder geval om iets nieuws. En ook dat terugtrekken, je wilt graag vooruit. En dat terugtrekken voelt vooral als kijken naar waar wil ik naartoe. Het is van belang dat je donderdag ook echt uit liefde gaat reageren. Naar jezelf gaat kijken vanuit liefde. Dat je gaat beseffen dat je verder bent gekomen misschien wel dan dat je zelf had verwacht. Je zit in een soort van ontwaken voor jezelf. En dat hoeft niet altijd op spiritueel gebied te zijn, maar ook met dingen waar loop ik tegenaan. Hier geeft eigenlijk aan mentor. Het kan dus echt zijn dat iemand jou verder op weg gaat helpen, misschien wel via lessen. Maar ook zeg maar echt die fysieke ingevingen. Dus het kan zijn dat iemand naar je toe komt en aangeeft: goh, ik merk dat je de laatste tijd zo en zo reageert. Herken je dat van jezelf? Je bent bezig met echt nieuwe stappen te zetten. En het is gemakkelijker om de eerste stap te zetten als je dit probleem in stukjes verdeelt. Dus doe dingen stap voor stap. Dus ook al zie je bijvoorbeeld dat er een situatie niet lekker loopt, je kan die situatie niet in één keer veranderen. Pak het beetje bij beetje aan. En opbeurende gedachten. Dus richt je echt vooral op zegeningen. Richt je echt vooral op positiviteit, op de liefde. En ook echt als je gebrek hebt aan bepaalde eigenwaardes, ga dan vooral kijken naar hoe kan ik dat weer meer in balans brengen. Je voelt je een beetje vastgelopen, niet zo goed meer weten welke kant je op moet, maar je gaat een nieuw begin aan. En ga alsjeblieft je dromen achterna. Ga fantaseren wat je wil en ga visualiseren wat je wil. Dat is de donderdag. Dan gaan we naar vrijdag 8 oktober. Wat brengt vrijdag 8 oktober ons? Wat mag ik jullie meegeven voor vrijdag 8 oktober? Oké, vrijdag 8 oktober. Oh, valt een kaartje op de grond. Vrijdag 8 oktober. Ik hoor ook, er zit geen vertraging meer op. Dus het kan zomaar zijn dat de dingen nog sneller gaan dan dat je verwacht. Of misschien ontvang je wel een pakketje die eigenlijk op een andere dag zou komen. We gaan eens even kijken. Ja, deze hele week staat echt in het thema van iets nieuws. En het kan zijn dat je er een hele week al mee bezig bent. Het kan ook zijn dat je begin van de week er al een beetje mee bent begonnen. Maar het wordt echt een nieuw avontuur. Het is van belang dat je leert vertrouwen op jezelf. En dat je gaat kijken naar, ik weet nog niet wat er helemaal op mijn weg komt, maar ik vertrouw erop dat het goed komt. En ook omtrent de financiën kan je bijvoorbeeld een meevaller verwachten. Of dat je ineens oplossingen hebt gezien omtrent financiën. Het is van belang dat je echt de leiding neemt over je eigen leven. Dus ga vooral kijken waarin mag ik meer de leiding nemen. Waarin mag ik meer zelfvertrouwen hebben. Waarin mag ik meer zelfstandig zijn. Er ligt een heel mooi pad voor je. Het is echt een kwestie van bewandel het pad en kijk wat er gebeurt. Dus echt die touwtjes loslaten. Financiële gezondheid. Dus
Moeilijkheden omtrent geld behoren ineens tot het verleden. Stel je open voor allerlei manieren van ontvangen, want je wordt beloond. Ja, er zou een kans zijn dus dat er die verrassing kan staan voor geld. Het kan ook zijn dat je wordt verrast vrijdag met een pakketje. Of dat je vrijdag het gevoel hebt van, oh wauw, ik kreeg ineens weer een compliment als lang geleden. Bewaar de stilte voor jezelf ook. Dus neem ook even tijd voor jezelf. Ga de stilte in, bij wijze van spreken, door aan de hand van de meditatie. Ga lekker wandelen. Kijk vooral naar je nieuwe begin, naar je nieuwe start. En kijk naar al het positieve. En dan zal je ook merken dat als je positief bent, dat je ook steeds meer positiviteit in jezelf gaat herkennen. En dat je eigenlijk steeds trotser wordt op jezelf. Het is echt, ga je intuïtie volgen. Ga terug naar je gevoel. En wees lief voor jezelf. Ja, en kijk niet te veel terug naar het verleden, wil ik nog meegeven. Dan gaan we naar het weekend, dus de zaterdag. Zaterdag 9 oktober. Wat brengt zaterdag 9 oktober ons? Wat mag ik jullie meegeven voor zaterdag 9 oktober? Zaterdag 9 oktober. Wat mag ik jullie meegeven omtrent zaterdag 9 oktober? Moet deze hebben. Zaterdag 9 oktober. Zaterdag 9 oktober. Nou, we gaan eens even kijken wat zaterdag voor jullie mee gaat brengen. Ja, het kan zijn dat je nog steeds wacht op het goede nieuws. Dat kan voor iedereen weer op een andere dag vallen. Maar je hebt wel meer keuzes voor jezelf gemaakt. Je hebt... Doordat je je eerder hebt teruggetrokken, ben je eigenlijk gaan kijken, deze keuzes ga ik maken. Hier ga ik een succes van maken. Deze doelen wil ik behalen. En je gaat ook dingen wat sneller loslaten. Ik heb het gevoel dat je de hele week een beetje ook daarnaast bezig bent met wat wil ik loslaten. Welke mensen passen nog wel bij mij, welke mensen niet. En op een gegeven moment heb je je keuzes gemaakt en ga je ervoor. Het kan dus emotioneel wel een beetje zwaar zijn, maar tegelijkertijd ook voor een opluchting zorgen. En daarin kan je dus ook zien dat als jij je gevoel volgt, dat je vertrouwen kan hebben in jezelf, maar ook in andere mensen. Het is van belang dat je zaterdag gaat genieten. Misschien ga je wel iets leuks doen, omdat je vindt, ik heb het verdiend. Misschien trek je even terug, het maakt allemaal niet uit. Maar het is vooral van belang dat je hebt ingezien, ik kan op mezelf vertrouwen. En mijn dromen worden werkelijkheid. Je krijgt meer evenwicht. Er komen betere vriendschappen op je pad. En ik heb ook het gevoel dat je misschien wel onder de mensen komt. Dus wie weet ga je zaterdag ook wel wat met vrienden doen. Je was even vastgeroest. Je hebt ervoor gekozen. Ik wil verder. Ik wil nieuwe stabiliteit voor mezelf creëren. En dat gaat een succes worden. Wauw. Ik vind het echt prachtig. Nou, we gaan eens kijken wat de laatste dag meebrengt. En dat is zondag 10 oktober. Wat mag ik jullie meegeven voor zondag 10 oktober? Zondag 10 oktober. Zondag 10 oktober.
We gaan eens even kijken wat ik mee mag geven voor zondag 10 oktober. Het voelt alsof zondag een soort van afronding is. Je bent eigenlijk, ik heb het gevoel dat je terug gaat kijken naar dus de dag ervoor. Of eigenlijk naar de afgelopen week misschien wel. En dat je eigenlijk terug kan kijken met trots. Wel heb ik het gevoel dat je af en toe misschien nog een beetje in twijfel zit. Heb ik wel het juiste gedaan? Ga dan goed in je gevoel zitten en kom erachter. Ook zondag staat echt in het teken. Ga even goed in je energie zitten. Maak alles leuk wat je doet. Ga genieten. En kijk naar je talenten. Dus als je het leuk vindt om te tekenen, of je het nou wel kan of niet kan, doe het. Want daar word je vrolijk van. Hou je van wandelen? Ga lekker wandelen. Het is belangrijk dus zondag je energie goed omhoog te houden. Het kan zijn dat je op zondag een beetje besluiteloos bent. Niet zo goed weet welke richting je op moet of wat je eigenlijk moet gaan doen. Misschien wordt het wel een saaie dag en denk je, ik vind het allemaal wel prima. Daarom is het van belang om te kijken of je toch je energie omhoog kan gooien. Het is vooral van belang dat je achter je eigen keuzes gaat staan. Dus ga niet weer wegkruipen, maar blijf staan waar je staat. En wees trots op wat je hebt bereikt en wat je hebt gekozen en gedaan. Open je armen om te ontvangen. Je hebt om hulp gevraagd, stel je dan nu open om te ontvangen. Dus het kan zomaar zijn dat er ineens die hulp krijgt die je de hele week al hebt gevraagd. Of dat je eigenlijk de bevestigingen krijgt met dat je het goed hebt gedaan. Je hebt keuzes gemaakt. Wie weet dat je nog voor keuzes komt te staan zondag. Maar het is allemaal positief. Het is extra van belang dat je gaat stralen. En dat je gaat zien dat alles goed komt. Dat was de weekreading van maandag 4 oktober tot 10 oktober 2021. Ik ben een tijdje offline geweest op YouTube. Ik heb het heel druk gehad. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En vond je deze video nou leuk? Geef even een duimpje. En laat een comment hierachter. En wie weet tot de volgende keer. Dank jullie wel.